zijn hier op bezoek bij de Novio Tech Campus. De Novio Tech Campus biedt samen met de organisatie Science Meets Business innovatieve bedrijven de mogelijkheid hun nieuwe producten tot ontwikkeling te brengen. Vandaag gaan we op bezoek bij Rob Tweehuizen, de grote man achter NovioSense. Rob, fijn dat we hier bij jou op het laboratorium op Novio Tech Campus mogen zijn. We zijn hier bij NovioSense en NovioSense heeft een glucosesensor ontwikkeld. Een glucosesensor voor diabetespatiënten. Kun je mij vertellen wat jullie glucosesensor inhoudt? Ja, onze glucosesensor houdt in een paar dingen. Eén, op de eerste plaats hebben we nog geen product. We zijn bezig met de ontwikkeling van het product. Ja, we hebben nu een werkend prototype. Ja. En wij willen een oplossing bieden voor diabetespatiënten die nu vaak moeten prikken. En prikken is pijnlijk, is lastig. En bovendien, als je patiënt bent, moet je altijd eraan denken dat je iets moet gaan doen. Ja, ja. Als je gaat eten of sporten of wat dan ook. En we willen eigenlijk een oplossing bieden dat je dat niet meer hoeft te doen, maar dat je continu meet door een kleine sensor te gebruiken die wij ontwikkelen nu en die je kunt plaatsen in de pocket van het oog hier. We meten niet in bloed direct, maar indirect. Daar wordt al heel lang naar gezocht door veel partijen in de wereld. En wij denken daar een mooie oplossing voor gevonden te hebben, omdat we namelijk niet in bloed meten, maar in traanvocht. Ja. En traanvocht blijkt de glucosewaarde in bloed vrijwel exact te volgen. Okay. Zij het met een kleine vertraging van 10 minuten. Maar die vertraging is acceptabel. Okay. En daarom hebben wij ons volledig gericht op hoe kunnen we nou dan in traanvocht goed glucosewaarde meten. Ja, en daar hebben we het principe voor ontwikkeld. Dat is gebaseerd op een elektrochemisch principe. Het is een beetje ingewikkeld om dat uit te leggen misschien. Ja. Maar daar komt een stroompje bij vrij. Zo gauw glucose tegen die of in contact komt met de sensor. En dat stroompje dat zetten we om in data, dus nullen en enen met een chip. Gegevens. En die chip zet vervolgens met een andere chip het signaal om naar een radiofrequentsignaal dat je kunt opvangen met een iPhone. Oh, dat kun je gewoon met je telefoon. Met je telefoon. Ja, ik heb er hier ook een. Dan moet je een soort via Bluetooth een verbinding maken. En met die sensor onder je ooglid, als het ware. Klopt. En dan kun je. Dan hou je dit bij je oog. Ja. Daar zit een sensor in. En via NFC-communicatie wordt het signaal overgedragen. Ah, okay. Dat is de eerste versie. Ja. De volgende versie is dat we een langere afstand gaan overbruggen. Dat je dat rustig in je iPhone kunt doen. En dat die dan een waarschuwing geeft als de glucosewaarde niet te hoog of te laag. Dit is wel heel bijzonder. Dus feitelijk, normaal meet je glucose in bloed. Jullie zeggen, nou, je vindt de traanvocht vind je eigenlijk dezelfde soort concentratie als in bloed. Daardoor hoef je niet in je lichaam te prikken, maar kun je het zeg maar onder je ooglid leggen en dan kun je door die sensor die erin zit, kun je de glucose in dat traanvocht meten en dat correspondeert dan met de glucose in je bloed. Je legt het heel mooi uit, beter dan ik dat kan. Nee, ik probeer het samen te vatten voor mezelf. Vaak gevangen wordt door de techniek enzovoort. Het is zo dat er ook lang is gekeken, daar kun je dan ook op andere manieren buiten het lichaam meten, bijvoorbeeld in urine. Of in speeksel, of in zweet. Er is ook een horloge gemaakt, dat zou kunnen. Maar dat zijn weliswaar een beetje wat, maar dat zijn onbetrouwbare gegevens. Ja, ja. En daarom is heel lang gezocht, waar kunnen we dan elders meten? En wij zijn gestuurd op die mogelijkheid om het in de traanvocht te meten. Ja. Hey, maar ik vind het heel bijzonder, hè? Ja. Ik zit er af te zeggen, hoe komen jullie op zo'n idee? Het is niet alleen van jou. Ik geloof dat er nog wie dat is een heel goed punt. We zijn eigenlijk begonnen met een idee waar we tegenaan liepen van een glucosemeter te ontwikkelen die je zou kunnen implanteren. Oh, daar was professor Nolte van de Radboud Universiteit mee bezig. Ja. En die heeft er ook veel onderzoek naar gedaan. Maar het bleek niet mogelijk te zijn om dat principe te implanteren als iets wat je in je lichaam hebt, omdat na een verloop van tijd, na een paar dagen al, de werking van het enzym heel snel teruggaat en daardoor de werking eigenlijk stopt. Ja, ja. En daarom hebben we gezocht van leuk idee om dat te meten op die manier. Ja. Kunnen we dat op een andere manier dan toepassen? Ja, ja. En toen zijn we daarom gekomen. Precies. Ja. Hey, en wat ik me nou afvraag, hè?
Het moet onder mijn ooglid aangebracht worden. Het lijkt me ontzettend eng. Ik kan me dat heel goed voorstellen, want dat zijn ook de eerste vragen die we krijgen. Van ja, in het oog, dat is pijnlijk en dat hebben we liever niet. Maar kijk, ja. De contactlens is ook zo begonnen. Maar hoe groot is het eigenlijk? Het is ongeveer een centimeter lang en een millimeter dik. En dan is het ook flexibel. En het flexibele, dat is nodig om de bolling van het oog te kunnen volgen. Dat is één. Ja. Twee, er zit ook een coating omheen. Dat is een hydrogel die super glad wordt, als een aal, gladde aal zeg maar. Ja. Die hou je in je vingers en het slipt weg. Ja. En die werking hebben we ook in deze sensor. Daarom lijkt het iets lastigs, maar je voelt het niet. Zou je het zelf doen? Natuurlijk, natuurlijk. Ja? Alle vertrouwen in dat het werkt. We zijn ook bezig om niet alleen het erin te doen en eruit te halen als demonstratie, maar ook om echt de acceptatiegraad bij de patiënt om die te meten. Maar voordat we verder gaan, nu eerst de pitch van de week. Hoi, ik ben Dirtje en ik ben van mijn bedrijf Shift. Samen met mijn twee collega's houd ik me bezig met gedragsbeïnvloeding. Wij zijn een onderzoeksadviesbureau op het gebied van gedragsverandering. Want wij vinden het namelijk ontzettend interessant waarom mensen doen wat ze doen. Waarom gooien we bijvoorbeeld afval op de grond in plaats van dat we het in de prullenbak gooien? Of waarom rennen we massaal naar de winkel toe als er sale is of als er op is op staat? Eigenlijk alles wat te maken heeft met de mensheid op zich en waarom mensen bepaalde keuzes maken. Soms maken mensen keuzes die niet altijd even logisch zijn. Hoe zit dat nou? Nou, 95% van wat we doen is eigenlijk onbewust, gaat automatisch. Daar denk je helemaal niet zo logisch bij na. En als je dat weet en als je weet hoe mensen dan wel keuzes maken, dan weet je ook hoe ze het kunnen beïnvloeden. En dat is waar wij mee bezig zijn. Wij zetten die kennis in om mensen duurzamer, gezonder en veiliger te maken. Zo kun je bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding inzetten om te kijken hoe je een campagne van afvalscheiding beter kunt maken. Dus hoe je effectiever gedrag kunt beïnvloeden door middel van campagnes. Dit hebben we gedaan voor Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben we ook gekeken naar hoe je ervoor kunt zorgen dat fietsers de omleiding pakken in plaats van dat ze door de werkzaamheden heen fietsen. Is een uitdaging, maar het kan als je maar probeert in te spelen op dat onbewuste. Nou, wij vinden het ontzettend interessant hoe dit allemaal werkt. En we delen op onze kanalen ook regelmatig tips over hoe je gedrag kunt beïnvloeden en waar gedrag nu vandaan komt. Waar we eigenlijk naar op zoek zijn is wat jullie interessant vinden om te weten over waarom mensen doen wat ze doen. Stuur ons even een berichtje via info@shift-gv.nl of zoek ons op Facebook, Shift Gedragsverandering. En dan proberen wij je vraag te beantwoorden. En nu terug naar de toepassing van de glucosesensor. Want is het al, mag het toegepast worden? Zover is het nog niet. Nee. We zitten nu nog in de klinische onderzoeksfase. Dat betekent dat we een aantal prototypes hebben laten maken. Ja. En die worden nu bij patiënten getest. Okay. Kijk, voor een nieuwe toepassing heb je altijd validatie nodig. Ja. Hè? Dus je moet bewijzen dat het meerwaarde heeft. Dat het de goede meetresultaten oplevert. Ja. Dat het ook acceptabel is en veilig is. En uiteindelijk moet het ook goedgekeurd worden. Dat trekt, dat komt nog. Dat duurt misschien 2 jaar. Dat is nog een heel procedure. Dat is nog een heel traject nog. Ja. En jij en Chris Wilson en Hans Hansen, die zijn hier al jaren mee bezig. Hoe hebben jullie hier geld voor bij elkaar gekregen? Was het bedrijfsleven of de mogelijke afnemers gelijk zo enthousiast? Dat is een hele goede vraag. Hè? Want wij zijn enthousiast geraakt over het idee. Ja. En ook naar de eerste testen die we hebben uitgevoerd, zijn we over gaan nadenken van, nou, leuk idee, maar hoe krijgen we het geld bij elkaar? Ja, ja. En hoe gaan we verder de engineering doen? Nou, wat we gedaan hebben is, we zijn gaan praten met het Fraunhofer Instituut in Duitsland, in Duisburg. Vervolgens hebben we daar zelf ook geld in gestopt, maar het grote geld komt van investeerders. We maken kleine waardestappen, doordat we dingen aantonen en vervolgens gaan we vervolgstappen zetten. Ja, ja. Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk die dit zouden kunnen gaan gebruiken? Als we naar Nederland kijken of naar Europa kijken? Nou, dan praat je echt over miljoenen patiënten wereldwijd. Het is Nederland alleen al, hè, praat je over grote aantallen. Zeker zeg maar, met de vergrijzing van de bevolking. Diabetes 2, dat is ouderdomsdiabetes, neemt toe, logischerwijs. Ja. Dan praat je echt over miljoenen. En internationaal gezien zijn dat hele grote aantallen. Ja. Hey, laatste vraag. Want als ik deze methode hoor en dan denk ik, alles wat je buiten het lichaam kunt meten, dat lijkt me veel aantrekkelijker dan als met bloed gedaan moet worden. Als je naar deze methode kijkt, die jullie met dat traanvocht meten, zijn er dan nog andere waardes te meten die op dezelfde
met de technologie waarschijnlijk aangepast, omdat je weer net andere enzymen moet gebruiken of wat is meer zij. Andere dingen te bedenken daarmee als je naar de verre toekomst kijkt? Dat is een leuke vraag. We hebben ernaar gekeken, hè, want ons meetprincipe is gebaseerd op, het heet dan een enzym. En dat is in dit geval glucose-oxidase. Ja. En die is specifiek voor glucosewaarden. Maar zo heb je ook andere enzymen die andere markers kunnen meten. Ja. Wij focussen nu op glucosewaarden, maar mochten er andere spelers interesse hebben in andere toepassingen, ja, dan zijn we daar uiteraard heel geïnteresseerd. Daar had ik nog één vraag over die chiptechnologie. Ik ben naar het Vrouwenhoven gegaan. Terwijl ik denk, we hebben hier een chipfabrikant hier op ditzelfde terrein zitten volgens mij. Leuke vraag. Kijk, het verschil is, Vrouwenhoven is een research instituut. En die ontwikkelt prototypes, kleine aantallen. NXP zal zeker interesse hebben om grote aantallen produceren. Maar dan praat je over miljoenen stuks. Ja, we hebben ook heel goed contact met NXP. Ja. En die kunnen ons ook misschien helpen in het ontwerp van de nieuwe versie in de toekomst. Maar dat kost altijd geld. En natuurlijk, het zou een geweldige partner zijn voor ons. Ja, ik wou zeggen, want je zit hier niet voor niks op die Novio Tech Campus. Klopt. Rob, hartstikke dank voor het interview. Graag gedaan. En veel succes met het bedrijf. Dankjewel. Jij ook. Tot ziens.